Via Instagram liet André Hazes weten dat hij de sleutel in zijn nieuwe woning in Wilnis kon steken en hierdoor woont hij nu op een steenworp afstand van zowel zijn moeder Rachel als zijn neef Jarno Hofland. Website bekende buren wist te melden dat André de twee-onder-één-kap woning in november 2022 heeft gekocht, maar dat de akte nu pas gepasseerd was bij de notaris. Bij de aankoop van de woning had André een korting gekregen van 18.000 euro. De vraagprijs van de woning was 848.000 euro en de koopsom bedroeg 830.000 euro. De woning is een duurzame 2-onder-1-kap woning. Duurzaam, omdat de woning aardgasvrij is, verwarmd wordt door een warmtepomp en over 16 zonnepanelen beschikt. De totale woonoppervlakte is 177 vierkante meter, verdeeld over drie woonlagen. In totaal zijn er zes kamers. Waaronder vier slaapkamers, één badkamer en één werkkamer. Het centrale punt in de woning is de Riante woonkeuken. Deze is voorzien van diverse inbouwapparatuur. De achtertuin is ruim en licht op het noorden. Dit is dus het huis waar André gaat beginnen aan een nieuwe fase in zijn leven. Monique Westenberg blijft met kleine André in zijn villa in Berkel en Roderijs. Althans voor dit moment.